Hallo en welkom bij Wiskunde Uitleg met Peter Wanja. Ik ga met je kijken naar de snelheid op één moment. Alleen dat ga ik doen met een interval. Dus het gaat een hele goede benadering worden. Want als je werkt met een interval heb je te maken met grenzen. Nou, ik heb een formule en ik heb een grafiek. En aangezien we de afstand in meter verticaal hebben en de tijd in seconden horizontaal, hebben we te maken met een tijd-afstandgrafiek. Nou, en als je werkt met een tijd-afstandgrafiek en je gaat bijvoorbeeld op een interval ga je berekenen wat de helling is, je differentiequotient, dan heb je in een grafiek als deze de gemiddelde snelheid te pakken. Dus bijvoorbeeld krijg je delta s gedeeld op delta t, hè, verticaal gedeeld op horizontaal. Dus als ik bijvoorbeeld ga kijken op het interval 3, 4, dan kan ik dus met behulp van mijn differentiequotient bepalen wat mijn gemiddelde snelheid op dat interval is. Het is verticaal gedeeld door horizontaal. Uitwerken geeft dus 1,75 meter per seconde. Maar je kunt je afvragen, waarom op een interval en waarom niet gewoon op t is 3? Bijvoorbeeld. Nou, als je dat gaat doen met een interval, dan moet je dat interval zo klein mogelijk maken. Nou, je ziet nou de helling, die rode lijn, op 3, 4. En als ik nou een interval ga pakken op 3, 3,5, en dan zie je ook dat mijn helling al anders is. Anders dan op 3, 4. Maar 3, 3,5 is nog steeds vrij ruim. Dat kan best wel kleiner. Dus als ik nou eens ga kijken naar de gemiddelde snelheid op 3,001, dan krijg ik een hele goede benadering op de snelheid op de gemiddelde snelheid op t is 3. Kijk, en de helling verandert al iets en dat zie je aan die paarse lijn. Dus als ik dan delta s gedeeld door delta t daarop loslaat, even invullen in mijn formule, heb ik even gedaan met behulp van mijn rekenmachine zoals je ziet, krijg ik dus een hele goede benadering. En nou, ik heb hem even afgerond op 1 decimaal, krijg ik dus 1,5 meter per seconde. Maar je kunt je misschien wel voorstellen dat als je je interval nog kleiner maakt, dus je neemt niet 3,001 als rechte grens, maar bijvoorbeeld 3,0001, dat je een nog veel betere benadering krijgt dan je nu al hebt. Goed. Ik laat het hierbij, we zijn op het eind gekomen. Dit was de snelheid op één moment met behulp van een interval. Een korte video. Ik hoop je een volgende keer weer te zien. Dag.